en leuk dat je kijkt naar deze video waarin ik het met je ga hebben over de naamgeving van alkanen waarin zich halogenen bevinden. En zelfs gaan we kijken naar de cycloalkanen. Ja, tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar geleerd als er zich zijgroepen bevinden met koolstof. Dus wat gebeurt er nu eigenlijk op het moment dat het geen koolstof alleen maar is, maar een andere stof? Want ook de halogenen, dat is groep 17 in het periodiek systeem der elementen, dat hier die groep, die kunnen zich als zijgroep bevinden. Zoals hier bijvoorbeeld het jood-element heeft gedaan. En hoe geef je hier dan een naam aan? Nou, daarvoor moet je even dus weten dat zowel fluor, brom als jood voorkomen als zijgroep. En het fijne daaraan is dat de naamgeving die je al kent met zijgroepen ook hiervoor geldt. Dezelfde regels gelden ook hier. Dus je gaat eerst kijken naar de langste keten, je benoemt de zijketens en daarvoor ga je dus ook kijken uiteindelijk naar of iets vaker voorkomt zoals we in stap 3 altijd doen. Dus kom je twee brooms tegen, dan is het dibroom. Drie broompjes, dan is het tribroom. Vervolgens vermeld je natuurlijk volgens het alfabet en ga je kijken naar het feit dat het ketennummer, dus het plaatsnummer, zo klein mogelijk moet zijn. Nou, als we dit voorbeeld hebben, dan kunnen wij dat gaan doen. En dat doen wij door even erbij te gaan schrijven. Nou, wat we zien is dat de langste keten 3 is. Er zijn geen dubbele binding, dus we hebben te maken met propaan. Stap 1. Stap 2 is kijken naar zijketens. Nou, we zien dat er een zijketen is, namelijk brom 2 keer. Het is dus brom. Stap 3 is kijken hoe vaak komt iets voor. Nou, 2 keer, dus het woord die komt erbij. Stap 4 is alfabetische volgorde. Het is dus die brom. Propaan. Stap 5 is dan het plaatsnummer bepalen. Nou, je kunt dan gaan nummeren. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En dan is het denk ik vrij logisch dat op plek 1, dat we dat als plaatsnummer gaan kiezen, dus die bovenste wint. Want dan bevindt de brom zich twee keer op 1. 1,1. Die brom. Propaan. Dus, even voor jezelf. Stap 1, hoofdketen, zijketens, telwoord, alfabetische volgorde en plaatsnummer. En let er even op dat je niet de komma vergeet en het streepje hier. Dat is belangrijk. Ja, om nu even te kijken of je het ook zelf kunt, heb ik hier een oefening voor je. En ik ga je vragen om mij even op pauze te zetten. En deze voor jezelf te maken. Succes! Oké, ik ga met je bespreken. Stap 1 is het zoeken van de hoofdketen. Nou, de hoofdketen die bevindt zich, en dat kunnen we misschien even kijken met de markeerstift doen. De hoofdketen bevindt zich hier. De hoofdketen zijn die drie C'tjes. Nou, vervolgens kunnen we dan weer gaan kijken. Als de vier C'tjes een hoofdketen zijn, welke het is? Nou, geen dubbele binding. Het is dus een butaan. Stap 2 is kijken, bevinden zich de zijgroepen? Jazeker, 2 maal. Zowel een brom als een chloor. Dus ja, brom, comma, chloor. Stap 3, komt er iets 2 keer voor? Dat is niet het geval, kruisje. Stap 4 is kijken, alfabetische volgorde. Nou, de B komt voor de C, dus we hebben te maken met brom, chloor, butaan. Stap 5 is kijken naar de plaatsnummers. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, welke wint het nu? En dat is lastig, want hoe je het ook wint of keert, er komt er altijd eerst eentje 1 op de 1 en dan op de 4. Nou, daarvoor is een regel. Dan kies je degene die het eerst komt in het alfabet met het laagste plaatsnummer. Oftewel 1 brom, 4 chloor, butaan. Dus deze stof heeft als naam 1 brom,
4-chloorbutaan. Dus kijk goed, ook hier weer hoofdketen benoemd en dat nummer. Doe dat ook altijd. En let er dus op, hier was er sprake van een alfabetische volgorde. Nou, kijk of je hem nog een keer te pakken kunt krijgen, maar nu met een andere waarin zich ook weer een andere zijgroep bevindt. Zet mij weer even op pauze en dan ga ik zo het antwoord met je bespreken. Oké, nou, als we hier de naam van moeten geven, dan gaan we even kijken naar wat is de hoofdketen. En de hoofdketen die zit hier. Dat is 4. Je kunt ook zeggen, hij zit hier, dus ook 4, meneer, maakt niet uit. Maar ik zal altijd de rechte lijn nemen. Er zijn geen dubbele bindingen, het is dus een butaan. Stap 2 is de zijketens vinden en die zitten hier. Je hebt een brom en een methylgroep, want 1 C'tje, dat is meet en het achtervoegsel iel. Dus we hebben een methylgroep en een bromgroep als zijgroep. Stap 3 is kijken of iets meer dan één keer voorkomt. Dat is niet het geval. Stap 4 is alfabetische volgorde. Nou, hopelijk weet je dat brom voor het alfabet komt in dan methyl. Dus brom, methyl, butaan. Butaan. Zo, dus een N. Nou, stap 5 is dan vervolgens de nummers toekennen. Nou, daarvoor gaat u nummeren. 1, 2, 3, 4. Of daaronder 1, 2, 3, 4. En dan gaan we kijken. Nou, wat zijn de laagste opties? Of het komt op 1 en 3 de zijgroepen, of op 2 en 4. Nou, hopelijk snap je dat 2 en 4 meer is dan 1 en 3. Dus we gaan de nummering hierboven kiezen. Op 1 en 3 zit de zijgroep. De naam wordt dan 1-brom-3-methylbutaan. Dus ook hiervoor geldt weer, in stappen zijn we gekomen tot het antwoord. Nou, dan is er nog één andere bijzondere groep, namelijk de cycloalkanen. En het enige verschil daartussen is dat de C'tjes zich in een cirkel zijn gaan bevinden. Je ziet dat ze hier allemaal aan elkaar vastzitten, als het ware. Hè? Dus hier en daar ook. Nou, het gevolg daarvan is dat er één binding minder over is om haartjes over te houden. En dat betekent ook dat de algemene formule van alkanen niet geldt voor cycloalkanen. Dus ondanks dat er alleen maar enkele bindingen aanwezig zijn, gebruiken we hiervoor een andere formule, CnH2n. Nou, die komen we later ook nog een keer tegen, maar onthoud dat dat zo is. Nou, het enige wat er verandert is dat het woordje cyclo ervoor wordt gezet. Dus hier hebben we 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'tjes. Dan is het niet een hexaan alleen, maar omdat het een rondje is, een cirkeltje, is het een cyclohexaan. Dat is het enige wat verandert. Nou, op de HAVO is het enige wat we hierover ook onderwijzen, is eentje zo. Of mogelijk een waarbij, stel dat ik deze teken, dit is een cyclopropaan. En dan bijvoorbeeld er nog een zijketen aan vast zit, 1 of misschien wel met 2. Nou, dat is het enige wat we vragen. Nou, om te kijken of je dat een beetje hebt begrepen, wil ik je vragen om deze vrij simpele cycloalkaan een naam te geven en dan bespreek ik hem straks weer even met je na. Oké, nou, we gaan eens even kijken. Stap 1 is tellen van het aantal C'tjes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, nou, dat is niet een getal dat ik in mijn hoofd heb zitten. Dus ook wij gaan daarvoor naar de BINAS, naar tabel 66. Even kijken, hier staat hij. Het getal 7, hé, die staat hier helemaal niet, meneer. Nee, dat hebben we ook wel eens gehad in de les. Dan moet je weer naar C en dan zien we daar staan dat dat hepta is. Oftewel, het is een cyclo, of het is een heptaan. Heptaan. En omdat het een cyclo is, is het eigenlijk een cycloheptaan. Nou, stap 2 is kijken naar zijketens. Die hebben we hier. Dat is dus gewoon een methylgroep. Stap 3 is kijken of iets meer dan één keer voorkomt. Dat is niet zo. Stap 4 is alfabetische volgorde. Nou, methyl, cyclo, heptaan. Stap 5 is dan het plaatsnummer. Nou, hij zit op de eerste C, want je begint natuurlijk met tellen bij de C waar iets aan zit. Het is dus 1 methyl, cyclo, heptaan.
Dit is het antwoord van deze vraag. Nou, we zouden natuurlijk nog heel gemeen kunnen zijn en er allemaal zijgroepen aantekenen. Maar in de praktijk zul je eigenlijk zien dat we dat op de HAVO niet vragen. Nou, dit was het alweer wat het betreft de naamgeving voor alkanen met halogenen of cycloalkanen. Zoals je waarschijnlijk hebt gemerkt is er niet een heel groot verschil. Eigenlijk volg je nog steeds die vijf stappen waarmee we alles eigenlijk al de hele tijd doen. Ik wens je voor nu een heel veel succes met het oefenen van de alkanen. En we zien elkaar in de volgende video ongetwijfeld weer terug. Succes!